السلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ناسا لوك بس تكني جيبا نا يلي خلاص بديت قديت الذكرين الريان في فرخة بيك أتخذ الحمد لله خود مثهم لما يدي سعينا سمع خود عام أنا توس التاعت يسي مبارت أنا تفولة أنت تيت ماكتها نيت فاك ماي أمان مت الله مبارت ها؟ طبعا مزيان الحمد لله. Hij heeft ook geen pijn meer, dus het gaat goed met hem. Dat betekent dat de medicijnen goed aanslaan bij hem. Daarnaast krijgt hij ook speciale babymelk die wij voor hun hebben gehaald. Dus alhamdulillah, het gaat de goede kant op. We hadden vandaag ook contact opgenomen met de kliniek in Oujda. Dat ging heel moeizaam. Uiteindelijk hebben we toch de arts pakken gekregen. En die heeft ons kunnen vertellen dat hun geen onderzoek zullen verrichten voor Rien. Waarom? Omdat hij veel te klein ook is. Want ze zouden eerst een slangetje via zijn mond naar zijn maag doen. Dat gaan ze niet meer doen, omdat hij gewoon veel te jong is. De arts heeft ons kunnen vertellen dat hij echt naar VES moet gaan, naar het ziekenhuis. Die echt gespecialiseerd in is om kleine kinderen te onderzoeken. Wat de arts ook daarnaast heeft kunnen vertellen is echt dat het probleem ligt niet in zijn maag, maar meer door het eten. Want hij heeft het echt een speciale dieet nodig die hij echt moet gaan volgen, want anders zal hij weer terugkeren naar de situatie waar hij hiervoor beland was. Dus we hebben de moeder ook uitgelegd dat zij speciale babyvoeding moet geven en dat we haar ook zeg maar gaan voorstellen aan een stichting die deze kinderen helpen met speciale voeding. We hebben ook een telefoonnummer gekregen van de stichting. En dan zal de moeder straks een afspraak maken om daar zeg maar de training te krijgen om Rayan zeg maar het speciale etenpatroon te geven, speciale voeding ook, en dat hij niet zomaar alles kan eten, want dat mag niet, want anders wordt hij daardoor weer heel erg ziek. Daarnaast inshallah zien jullie hoe ze erbij wonen. Het is een hele kleine kamer waar geen keuken in zit, waar geen toilet in zit. Hier doen ze alles, ze eten, ze drinken en ze doen hun behoefte hier ook. Wat wij nu hebben gedaan is, we hebben een afspraak gemaakt met een makelaar zeg maar, om een appartement voor hun te regelen met twee kamers en natuurlijk met een douche en een toilet erbij. We gaan nu die richting op en dan zullen we het appartement bekijken en dan zullen we 1 jaar lang vooruit betalen zodat zij met haar 3 kinderen daar kan wonen, inshallah, dankzij jullie donaties. En we gaan jullie op de hoogte houden, inshallah. Daarnaast vraag ik natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen rijkelijk te belonen die voor deze kleine heeft gedoneerd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala voor jullie accepteren. En het zeker laten zwaar wegen op jullie weegschaal, yawm al-qiyamah. Dit is het resultaat, beste broeders en zusters, om onze kleine broedertje te helpen. Alhamdulillah, gaat het nu goed. We gaan jullie zeker op de hoogte houden met zijn situatie. Ik ga weer terug naar mijn gezin. We hebben ons best gedaan en de moeder gaat inshallah naar VES toe om daar de onderzoek verder voor te zetten voor deze kleine en haar dieet volgen, zeg maar de dieet voor haar kleine te volgen. En dan zullen we jullie inshallah op de hoogte houden. Mubarak alaikum, wa subhanak allahumma bihamdik, wa shayru wa nehmele, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. على وسادتك أراضي زكمة